Dus we zoeken een creatief brein met een zakelijk instinct. Nou, succes. Succes. Ga met me mee en we zien wel wat de tijd met ons doet. Dat Focal Center, dat staat wel. En wat is de ambitie ook alweer? Wat zei je nou net? Nou, Focal Center staat zeker. Maar ja, mijn brein gaat maar door. Hè. Dus dat is ook een soort van ongeremd ontwikkelingstraject, zeg maar. Wat is het ultieme wat je met Focal Center zou kunnen bereiken? Nou, eigenlijk bereiken we dat al. Ik wil gewoon een individuele vocalist gelukkig maken met het feit dat hij of zij veel meer met haar of zijn stem kan dan die in eerste instantie dacht. Maar je zegt ook dat je brein nooit stilstaat, dus je hebt ook ideeën voor de toekomst. Ja, nou kijk, toen wij Focal Center begonnen kwamen er al heel snel aanvragen vanuit kinderen, vanuit ouders van kinderen. Die wilden dat wij gingen lesgeven aan kinderen. Alleen vond ik dat toen nog te vroeg, dus daar heb ik op de lange baan geschoven. En nu, as we speak, staan we op het punt om Focal Center Kids te lanceren. Ja, dus dat is eigenlijk een soort van zijbedrijf, wat ook Focal Center is, maar dan alleen maar voor kinderen. Ja. En ik ben bezig met het ontwikkelen van een online YouTube-channel, dat gaat heten Vocal TV, waarin we zangers en zangeressen proberen te inspireren om juist te gaan doen waar ze zo blij van worden. Ja. Dus er zijn nog zoveel dingen die we kunnen doen als bedrijf, dus dat houdt in mijn hoofd nooit op. Je zei net al, je wil naar 50 man, geloof ik? Ja, ja. 50 mensen wil ik naartoe, ja. Ja, wanneer moet dat staan? Nou, dat is een beetje afhankelijk, maar ik denk over 3 jaar. Ja. Dus we moeten in 3 jaar gaan we nog met 25 man groeien. Ja. Maar het is vooral het zoeken naar de juiste mensen wat veel tijd kost, merk ik. Want ik ga nu, we zitten nu, volgende week ga ik beginnen met een nieuwe opleiding. Daar wilde ik 8 coaches voor hebben, maar daar heb ik er nu 6 voor. En dat is niet omdat er te weinig mensen zich aanmelden, want er hebben echt misschien wel 100 mensen zich aangemeld. Maar het is omdat niet iedereen geschikt is voor dit vak. Ja. Dus het is, het is eigenlijk meer een kwestie van de juiste profielen zoeken. Want animo is er meer dan genoeg. Wat is dan het zijn misschien dan wel geschikte mensen voor een als coach, maar wat is dan de missing link? Soms ondernemerschap. Ondernemerschap. Okay. Ondernemerschap, want wij zoeken een heel raar profiel. Hè? Wij zoeken een intrinsiek gemotiveerde vocal coach. Ja. Die het leuk vindt om onder een kap te werken die Focal Center heeft. Ja. Dus eigenlijk met leidinggevenden daarboven die eindbeslissingen nemen. Mm-hmm. Nou, dat moet je kunnen als ondernemer. Maar we vragen ook ondernemerschap, dus ook zelfstandigheid. Ja. En we vragen intrinsieke motivatie voor coaching. Ja. Dus we zoeken een creatief brein met een zakelijk instinct. Nou, succes. Succes. Maar goed, als we dus mensen krijgen die zich aangesproken voelen tot dat profiel, dan kunnen ze bij jou terecht. Ja, absoluut. Altijd. En ik speel het spel. En jij maakt mij weer vrij. Want jij bent mooi en puur. Al pak je maar mijn hand. Jij bent wat ik nodig heb.